De spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is ready voor de laatste dagen van dit jaar. Dit zegt Claudia Marika Redan, algemeen directeur van het ziekenhuis. Zij zegt dat het ziekenhuis door de jaren heen genoeg ervaring heeft opgedaan en precies weet hoe zij met de decemberdrukte moet omgaan. Het is altijd de drukste periode van de spoedeisende hulp. Er komt van alles en nog wat binnen. Niet alleen de vuurwerkgevallen, heel veel vechtpartijen zijn er ook. En geloof me, kappartijen links-rechts zijn allemaal dingen die dus binnenkomen. Ook dus de aanrijding is, we weten dat er een verhoogde druk zal zijn op die spoedeisende hulp. We zijn voorbereid. En ik zei het al, het team die bereidt zich altijd voor. We zijn voorbereid en ik moet zeggen dat we dus ook naar die samenleving hebben we ook duidelijk gemaakt van kijk, als je naar die SIH komt, kom al is het als het om een spoedgeval gaat. En ik wil dat de mensen ook wel zelf kunnen vaststellen wanneer ze wel en wanneer ze niet naar die SIH moeten en kunnen komen. Verder is het dus zo dat we dus met de diverse huisartsenpraktijken die er zijn, die opereren binnen in het land, dat die ook opvangen. Van RGD en tegenwoordig heb je ook gegeven moment dat SZF ook een huisartsenpost heeft. En ga zo maar door, ook de particuliere huisartsenposten. Dus wij hebben gegeven moment heel goede communicatielijnen met alle overige dienstverleners rondom de feestdagen. Redan zegt dat het AZP hoopt op een rustige jaarwisseling. Het team van de spoedeisende hulp is echter goed voorbereid en de samenleving mag weten dat zij geholpen zal worden in spoedgevallen, benadrukt de directeur. Helaas is het ons niet gelukt, omdat mensen ziek worden, er gebeuren dingen, trauma's en van alles en nog wat. Dus belangrijk is dat wij voorbereid zijn op hetgeen ons te wachten staat de komende feestdagen. Kijk, wij zeggen van niet wanneer wij een vals ziekenhuis hebben, zijn we tevreden. Wij vinden dus juist dat gezondheid begint bij de mens zelf. En als je op een gegeven moment ook wel voorzichtig bent, iets met vuurwerk bijvoorbeeld, zijn dingen die je kan voorkomen. Dus als je op een gegeven moment inderdaad voorlichting van de brandweer goed opvolgt, je ook voorzichtig bent, dan denk ik wel dat je dus toch wel zelf als persoon bijdraagt om die SIH in principe hiermee te ontlasten en dat we minder vuurwerkgevallen krijgen. Claudia Marika Redan, algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Wij spraken haar vandaag naar aanleiding van de drukke dagen die de spoedeisende hulp te wachten staan. De directeur benadrukt dat de SIH goed voorbereid is op die drukte.